En weer is er veel ophef over gender issues. Ja. En ik blijf me er maar over verbazen. Waar we het eerst al hadden, op het moment dat de NS begon over, we hebben het voortaan over beste treinreizigers in plaats van dames en heren. Ja, en nu zegt de HEMA, hey, we voegen gewoon de dames, de meisjes en de jongenskleding samen en dat wordt gewoon de kinderkleding. En het hele land lijkt weer op de achterste poorten te staan. Waarom in vredesnaam? Ik bedoel, gunnen we mensen hun vrijheid dan niet? Want ja, ik weet dat het oncomfortabel kan zijn op het moment dat mensen anders zijn dan jij en dat je daarmee wordt geconfronteerd. Maar vrijheid gaat niet om comfortabel zijn. Vrijheid gaat om daadwerkelijk de ander de vrijheid gunnen om zichzelf te ontplooien. Op een zo optimaal mogelijke wijze. En vrijheid stopt pas op het moment dat een ander geschaad wordt. En wil je zelf dus ook in vrijheid kunnen leven, dan moet je een ander ook die vrijheid geven. Vrijheid is niet alleen een recht, vrijheid is ook een plicht. Maar laten we nou even eerlijk zijn. Op het moment dat de NS het heeft over beste treinreizigers in plaats van dames en heren, wie wordt er nou door gekwetst? Op het moment dat je van je gemeente een brief krijgt met beste inwoner in plaats van beste dame of beste heer, wie wordt daardoor gekwetst? En op het moment dat kinderen bij de HEMA voortaan een ruimere keuze hebben uit kleding en gewoon dat kunnen kiezen, wat zij het leukste vinden en of het stoerste vinden of het mooiste vinden, wie wordt daardoor gekwetst? Niemand toch? Dus waar maken we ons in vredesnaam met z'n allen druk om en laten we elkaar in vredesnaam dus weer wat echte vrijheid gaan gunnen. Hi, is dit filmpje je bevallen? Klik dan op vind ik leuk of deel het met je vrienden. Of wil je me blijven volgen? Klik dan daar op dat grote hoofd, niet dit grote hoofd, maar dat grote hoofd om je te abonneren op mijn kanaal. Of kies een van deze twee filmpjes om verder te kijken.